theorie een mooi verhaal. Als voorbeeld noemt Snabel daarbij ook wat er in maart is gebeurd, toen de ECB de corona-onrust in de markten heeft bezworen met de aankondiging van het COVID-opkoopprogramma. Wat Snabel wel vergat te vermelden in haar speech, is dat die onrust in maart ook werd gevoed door de uitspraak van de ECB zelf, ECB-president Lagarde, dat de ECB er niet is om renteverschillen tussen eurolanden te drukken. Kortom, de poging van de ECB om de monetaire dominantie te benadrukken, werkte toch wat averechts toen. Goed, wat moeten we daar nu van vinden? Voor nu is het ECB-beleid verenigbaar met het mandaat. Inflatie is eerder te laag dan te hoog. En wat zorgwekkend is dat we in Zuid-Europa weer dalende prijzen zien en dat we weer een divergentie zien in het inflatiebeeld tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Maar het zal ook duidelijk zijn dat bij kredietbeoordelaars en bij beleggers in de obligatiemarkt er toch de perceptie bestaat dat de ECB haar best zal doen om de leenkosten van overheden beheersbaar te houden. Er kan een tijd komen dat de ECB kleur moet bekennen. Nederlandse onvrede over het ECB-beleid gaat verder dan zorgen over begrotingsdominantie. Er is ook de angst dat de ECB zeebellen blaast en dat er straks weer een financiële crisis uitbreekt. De bijdrage die de ECB nu dan levert aan baanbehoud en het geluk van de Europese burger zou dan straks misschien een kater opleveren. Nu is het onvermijdelijk dat deze lage rente beleggers meer risico doet nemen in hun zoektocht naar rendement. Dit effect is ook gewoon een onderdeel van de doorwerking van monetair beleid die je in een economieopleiding leert. Het vraagt wel extreme alertheid van toezichthouders om ervoor te waken dat het financieel systeem, stelsel, ondanks het nemen van extra risico's, stabiel blijft. Dat het financiële stelsel die risico's kan dragen. En we moeten maar hopen dat de lessen van de vorige crisis zijn geleerd. Aan de andere kant, als de combinatie van een ruim begrotingsbeleid en een ruim geldbeleid ervoor zorgt dat de crisis minder diep is en minder lang duurt, dan is dat ook weer goed voor de stabiliteit van het financiële stelsel. Okay, even een tussenconclusie. Ik denk dat we in tegenstelling tot de vorige crisis nu de goede beleidsmix in Europa hebben, met een ruim begrotingsbeleid en een ruim geldbeleid. Moeilijker is de vraag hoe het beleid eruit moet gaan zien na de crisis. En ik denk eerlijk gezegd dat economen toch op zoek moeten naar nieuwe eikpunten. Er zijn economen die heel tevreden zijn met de huidige ankers van macro-economisch beleid. De schuldquote van 60%, afgesproken in het verdrag van Maastricht. En een Europese inflatie lager dan 2%. En een land als Italië wordt dan geacht om met groeibevorderende structurele hervormingen en of bezuinigingen die schuld netjes te laten terugdalen naar 60%. Ik denk dat dat een volstrekt onrealistisch scenario is als je bedenkt dat de afgelopen jaren Italië een nominale, dus reëel plus inflatie, BBP-groei had van gemiddeld 1%. Geen misverstand, ik denk dat hervormingen in Italië nodig zijn. Denk aan minder bureaucratie, betere rechtsstaat, beter ondernemingsklimaat. Maar die hervormingen zouden toch echt gericht moeten zijn op het geluk van de Italiaan en niet op het moeten voldoen aan een onhaalbare norm. Zoals eerder genoemd hechten Nederlandse economen inmiddels niet meer zo aan die 60% norm en vinden ze dat het begrotingsbeleid beter gevoerd kan worden op basis van een veilig renteniveau. Maar ook dit eikpunt is problematisch. Wat is een veilig renteniveau? Huidige rente op Italiaanse staatsobligaties, 10 jaar, is ongeveer 1%. Dat lijkt heel veilig, maar misschien is dat wel dankzij het opkoopbeleid van de ECB. Blijft dat niveau veilig als de ECB zou stoppen met opkopen omdat er inflatie dreigt? We weten het niet, want de marktrente zonder ingrijpen van de ECB is niet waarneembaar. Zelfs als we die marktrente zouden kennen, lijkt het me toch onverstandig om te vertrouwen op de marktrente als een anker. Markten zitten er vaak naast. Denk maar terug aan de tijd voor de financiële crisis, toen de rente op Griekse staatsschuld rond de 3% lag. Veel te laag. Gezien de risico's. Goed, in de ESB-enquête, die ik iedereen aanraad te lezen, ontbrak opvallend genoeg een ander mogelijk antwoord op de vraag op basis van welke logica het begrotingsbeleid moet worden gevoerd. En wat ontbrak was de inflatie. Dit is de rem op het begrotingsbeleid die wordt voorgesteld door aanhangers van de zogenaamde moderne monetaire theorie. En het idee, het kort, is dat zolang er geen inflatiedreiging is, de centrale bank
de overheid in staat moet stellen om geld te besteden. Dat is feitelijk wat er nu gebeurt. En mocht de inflatie dan toch de kop opsteken, dan wordt het tijd om te bezuinigen. Het is nog maar de vraag of deze theorie geschikt is voor gebruik na de crisis. Werkt die rem wel goed of zal de inflatiebeheersing achter de feiten aanlopen? En zetten we daarmee niet de deur open voor een te dominante rol van de staat in de economie? Het is nu erg populair om de markt als alle bron van ellende te zien. Het heil te zoeken bij de overheid. Zelfs Rutte heeft het deze dagen over het belang van een sterke staat. Maar er zijn genoeg voorbeelden, denk aan Zuid-Europa, waarin juist de publieke sector het probleem vormt. Dus ik denk dat de discussie niet zou moeten gaan over staat versus markt. Wat we nodig hebben is een goede staat en goede marktwerking. Goed, het was leuk geweest als we hadden geweten hoe Nederlandse economen over die MMT-optie zouden denken. Dus misschien kan ESB dat opnemen in de volgende enquête. Goed, ik wil afronden met een waarschuwing voor een te snelle consolidatie voor de overheidsfinanciën. Als ik minister van Financiën Hoekstra goed beluister, maar misschien ben ik te wantrouwig, dan stelt me dat toch niet helemaal gerust. Hoekstra benadrukt continu de gezonde uitgangspositie van de overheidsfinanciën. We hebben diepe zakken, we stonden er goed voor. Wij, lees en niet de Italianen, kunnen ons dit veroorloven. Vrij vertaald, omdat we na de vorige crisis zoveel hebben bezuinigd, kunnen we nu de begrotingsteugels laten vieren. De presentatie van een historisch hoog begrotingstekort krijgt zo toch nog een Calvinistisch tintje. Ik deel deze logica niet. Ook met minder diepe zakken zouden we in Nederland, gesteund door het ECB-beleid, hopelijk voor dezelfde vooruitkijkende crisisrespons hebben gekozen, gericht op het behoud van banen en bedrijvigheid. En met de logica van Hoekstra is het ook maar een kleine stap naar een pleidooi voor het weer snel omlaag brengen van de staatsschuld na de crisis. Er kan immers in China op elk moment een nieuw virus van dier op mens overspringen. En dan kunnen we maar beter goed voorbereid zijn. Het lijkt mij dus onverstandig. We mogen ervan uitgaan dat, zoals nu gebeurt, een crisis van deze omvang ook wordt opgevangen door een actief ondersteunend beleid van een centrale bank. Dat ervoor zorgt dat de overheden geen financieringsproblemen kennen in het bestrijden van de crisis. Een begrotingsbeleid dat spaart voor de volgende pandemie is echt veel te krap. Ik laat het hierbij. Ik dank jullie voor jullie aandacht. En wie weet krijg ik straks nog wat vragen. Ivo, blijf nog heel even bij ons. Want ik merk zelf, zeg maar, hè, ik probeer mij te verplaatsen in de rol ook van de vele niet-economen hier aanwezig vanavond. Als ik je goed hoor, dan zeg je, er is geld zat om deze crisis te bestrijden. Hè, daarbij eventueel rekening houden met geluk. Maar je zei daarnet zelf ook al eventjes van ja, maar er wordt wel vaak gezegd nu van er gaan straks zeepbellen komen. En dat kan toch ook niet zomaar doorgaan? Hoe kun je ons nou even meenemen in waarom je denkt dat dit zo door kan? Ja, laten we eerst even kijken naar waar burgers zich in eerste instantie zorgen over moeten maken. Dat is de koopkracht van hun geld. Dan hebben we het over de interne koopkracht, inflatie en de externe, de wisselkoers. En als je daarnaar kijkt, heeft de ECB eigenlijk een ontzettend goede track record. Lagere inflatie dan de Bundesbank heeft geleverd. En die inflatiedreiging die is op dit moment ook vanwege de ontzettende onderbesteding echt nog niet zichtbaar. Dus daar zou ik me niet zorgen over maken. Kijk, als beleggers op zoek zijn naar rendement, dan kunnen er best zeepbellen hier en daar ontstaan. Of dat nu in Bitcoin is, of lokaal in de huizenmarkt van Amsterdam. Of ik weet niet in wat voor speculatief object. Ik denk dat we dat niet helemaal kunnen voorkomen. En dat is ook niet erg, zolang als zo'n zeepbel klapt, dan ook maar de gevolgen voor die beleggers zijn. Hè, dat ze ook willens en wetens dat risico nemen en op de blaren zitten als het misgaat. Dus ik denk echt dat daar een taak ligt voor het financieel toezicht, om ervoor te zorgen dat die zeepbellen niet het financieel systeem minder stabiel maken. Oké. Dus er is eigenlijk ander beleid wat ervoor moet zorgen dat als er een zeepbel komt, ja, in een deelgebied, dat die zeepbel lokaal uiteenspat in plaats van dat die over de hele economie
Precies. En daarvoor hebben we prudentieel toezicht. Ben ik daar 100% gerust op? Nou, niet altijd. Als ik dan weer verhalen lees in de krant over de Duitse toezichthouder, het gedrag van de Duitse toezichthouder bij de Wirecard-affaire in Duitsland, dan word je daar toch wel weer een beetje nerveus over, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Dus we kunnen redelijk gerust zijn, maar ook weer niet 100% gerust dat het systeem werkt. Nou, wij moeten vertrouwen op de toezichthouder dat die het financieel stelsel stabiel houdt. Dat is hun taak. Ja. En daarvoor moeten ze de kapitaalbuffers van de banken in de gaten kunnen dragen. Oké, goed. Dankjewel, Ivo Arnold. Hartelijk applaus. And you already heard him because he's behind his screen in the UK. And he was making a slight noise. And since we're working with Zoom, that means that you could see him. So we're welcoming Professor Richard Layard, who is with us tonight. And we're very honored to have him. And I'm going to introduce him in Dutch, as I've promised to him. Can you see him on the screen? Richard, maybe you could do another cough or say hello. Hello. Yes. Good. Welcome. Good to have you here. Very welcome. Give him a warm hand of applause, please, ladies and gentlemen. So we're very happy to have you here, and let me do that brief introduction in Dutch, which I promised. So, dit is dus de professor op het gebied van geluk en economie, de relatie daartussen. En daar heeft hij allerlei boeken over geschreven, maar dit is zijn meest recente boek. En dat boek heet dus Can We Be Happier? Nou ja, ik zei al, ik heb het dus deze zomer gelezen bij het zwembad. En ik vond het heerlijk, want het legt gewoon allerlei basics uit over wat we eigenlijk al weten over geluk. Want er is best wel veel onderzoek naar gedaan. Wat bepaalt nou eigenlijk geluk? Wat bepaalt de verschillen in geluk tussen verschillende landen, tussen verschillende mensen? Wat weten we daar nou eigenlijk precies over? En ja, als je zoals ik ook toevallig een jaar psychologie hebt gestudeerd, dan weet je natuurlijk dat er ook in andere wetenschapsgebieden wel het een en ander gedaan wordt over geluk. Maar er wordt nog niet zo heel vaak een link gelegd tussen de taal van de econoom en de taal van het geluk. Dus we zijn heel blij dat we hem vanavond hier bij ons hebben. And then I'm going to give the floor, the virtual floor to you, Professor Layard. So please share with us your thinking on your book on Can We Be Happier and what policymakers in the Netherlands should do to make us all happier. Thank you. Well, thank you very much, Marieke. I'm really delighted to be giving this talk. I was really thrilled when I heard from Robert about it because I'm a huge fan of the Netherlands and all the good things that you've pioneered. So I'm really hoping that you could be the country which pioneers the use of well-being as the objective of government policy. So let me just spend my time saying how I think that would actually work. So first there has to be, the objective has to be clear, which is the total well-being of the population, or putting it more pompously, the present value of the well-being of present and future generations using a rather low discount rate. That was the way Jeremy Bentham, who really originated the idea, thought about it as total well-being. Some people think that you should give more weight to the well-being of the least happy. But actually, if you maximize total well-being, you'll be paying a lot of attention to the least happy because they're the people whose well-being it's easiest to increase. So I suggest taking total well-being as a very simple concept. Let's go for that. Now, what's our measure of well-being? We've got to have a single measure because that is required, of course, for coherent policy. There's got to be a single criterion against which we compare all the claims on public expenditure, regulation, etc. We don't want an index because that involves experts deciding what the weights are to go to the different indices. Why don't we let individuals decide the weights for themselves by just giving us an overall statement about how satisfied they are with their life? So that's the concept that we use, life satisfaction. It's a really democratic concept of well-being. So now we've got the maximand, the sum of life satisfaction. How are we going to judge our expenditure policies? Now, I think we should be realistic, and we wouldn't think we could determine the total of public expenditure this way. We take that as given,
And then we allocate it to maximize well-being. So we give it to the policies which give you the most total well-being per euro of expenditure. So we're measuring benefits in units of well-being, but that doesn't rule out continuing to use, where we've got evidence from revealed preference, monetary measures of benefit, because we can always turn them into well-being through what we know about the marginal utility of income. So that's the concept. Choose projects which have the high well-being benefit per unit of net expenditure. So do we have the information to do this? I think we do now have enough to get started. So there are two steps. First is looking for the areas to give priorities for policy development, and then finding if cost-effective policies in those areas. To look at the areas, I suggest the first step is to ask ourselves, well, there's a huge spread of well-being in the population. What are the main factors that are explaining that, which of course also the ones which are explaining low well-being? Why don't we then start looking for policies in that area? So we spent many years, my little group, producing a book called The Origins of Happiness. And the aim was to provide thousands of numbers for civil servants to use, both in looking for priority areas and then doing cost effectiveness analysis. So if you ask, what are the main factors influencing the distribution of well-being in the adult population? Here they are in order of importance. First, just a very simple question. Have you ever been diagnosed with depression or anxiety? That is the biggest single factor. Then next, you'll be interested to know, comes the quality of work, including relationships with colleagues. Then comes physical health. Then comes your family life, having a partner at home. And only then comes income. So income inequality is by no means the main factor explaining the spread of well-being in the population. And then comes unemployment, which is a devastating experience, but fortunately, normally not too many people have it. And then comes education, which mainly works through income. So if we then say, why have we got cost-effective policies? We of course have to have experimental evidence and be able to attribute the cost as well as the benefits. And when I've done that, I have found the following priorities. Number one, the treatment of mental illness. The reason is, of course, its importance in affecting well-being, but also its extraordinary impact on public cost. Because you may not realize this, but the main disease of working age, accounting for something like 50% of morbidity of working age, is mental illness. Physical illness is mainly a disease of retirement. So the economic and public finance savings when someone is treated for depression or anxiety in particular and go back to work, at least 50% success rates after 8 sessions, you can see the savings are so great that they actually cover the complete cost of the treatment. So on the basis of that, we persuaded Tony Blair to set up a service which is now treating over 500,000 people a year very successfully and has shown to cost net nothing. But of course, we would also like to prevent mental illness before it arises. We need really good services for children. We need proper teaching of life skills in schools. There are many good evidence-based programs for doing that. Then I would say, and this is not widely accepted, but I think it's important, the support of family life, incredibly important. And I don't mean just childcare and parental leave. I mean the support for the relationship between the parents and the children and the parents themselves. We now have very good treatments, evidence-based treatments for domestic violence,
family conflict, for all forms of addiction, which are also a major problem in family life. We've got good treatments, and we've also got good preventive courses. For example, antenatal classes, when parents go before the child is born, we should be giving them courses on not only the psychological aspects of the child rearing, but also the psychological aspects of getting on with your partner once the child arrives. We know that's when many problems arise. We should be using evidence-based ways of supporting families. Then, of course, employment. I've always been passionate about that, and what's more important now in the situation we now face. The effect on a scale of 0 to 10, the effect of being unemployed is really well estimated as 0.7 points, very substantial. We've got to prevent it, especially amongst young people with apprenticeships and so on. I've always believed in the job guarantee, that you shouldn't let people go on living on benefit for more than a year. You should guarantee them some form of employment. And if they're young, guarantee them employment within 6 months. Skills, of course, to empower people with the lesser intellectual abilities. And then when we come to productivity, I mean, that just is less important than some of these things I've been talking about. One of the reasons is that income, as I've shown you before, is not a top issue for well-being, but insofar as it is, it's largely relative income that people care about. And of course, even if we all become richer, there's no possibility of increasing the average of relative income in the population. So those are just a few reflections on priorities. But what about the politicians? Are they ever going to do anything like this? I mean, I think a number of you here are on the official side. I hope that you would like to do it, but would the politicians like you to do it? If they're wise, they will want it. That's exactly what they'll want, because there is now massive evidence that the thing which wins elections is life satisfaction. It's not the economy, stupid, it's life satisfaction. So if you take European elections since 1970, you will find that if you want to explain the vote share of the incumbent parties in the government, by far the strongest explanation is coming from the life satisfaction of the population, much more than all the economic variables put together. Similarly, if you want to explain which counties in the US voted for Trump as against the incumbent Democratic situation in the presidency, you will find that the areas were predominantly those where there was low life satisfaction and not so much where there was a poor economy. Of course, the economy contributes to life satisfaction, but the main point in the sense I'm making is that life satisfaction involves much more than a good economic situation. And that's what we should be, as a community, trying to promote. So, are the governments listening? Well, we know that we've had the New Zealand wellbeing budget, but the more important movements, perhaps, have been those led originally by the OECD. And now the remarkable statement, which I'm sure none of you have heard of, but came out of the European Council of Ministers on 24th October last year, where they requested member countries to put people's well-being at the center of policy design. What a wonderful statement. People's well-being at the center of policy design. I think you can think of some projects that you wouldn't want to give so much attention to, and some others you'd give more attention to, if that was what you were going for. And I really hope that the Netherlands might be the country that first carries out what the Council of Ministers
asked for, that would be just wonderful. I just want to make one more point, which Marika said I could make. This is not going to be easy to get this message across. And I think that most campaigns have some form of an organization. So I'm talking to a number of people about founding a proper organization to promote well-being worldwide as the goal of government. And I would love to say to you, if there's any of you who's interested, please get in touch with me. I think we can have a happier world, going back to the title of my book. Incidentally, I must tell you, the first book I wrote was called Happiness, but in Dutch it was translated into Why Are We So Unhappy? Anyway, this one is called Can We Be Happier? And I do think we can be happier, but it's not going to happen unless we're very clear that that's the objective. So let's go for that. Thank you. Thank you very much, Professor Laird, and on behalf of this audience here, it's very much appreciated. One of the things I found when reading your book, that as an economist, I'd always thought that I was doing stuff that's very much related to happiness. I felt income inequality, for example, but income growth in general, maybe something like housing, would have to do with happiness. And then reading your book, I realized it's all about mental health. Mental health system. It's about getting therapy when you get a child, working on sort of how you live as a family. So it's a completely different type of thing that we need to be thinking about when we want to think about the relationship between policy and well-being if we read your book and if we read all the evidence. So thank you very much for opening up my mind, at least. One of the things I wonder when I hear what you say is here in the Netherlands we have this saying where we say, well, the government shouldn't be like a happiness machine. So that's something that's kind of a way of thinking. And what you're saying is actually also that the government should play a very important role in changing the happiness of people. And one of the things I wondered is, do you feel that we're ready to accept that role? And could you maybe also reflect on the differences there between the UK, an Anglo-Saxon country, and the Netherlands, or another more sort of European country? Well, I think that I always like what Thomas Jefferson said, that the only legitimate objective of government is the life and happiness of the people. And actually, I find it quite difficult to think of any other good reason for having government, if we also take into account the distribution of happiness and the prevention of misery. I truly can't think why we would have law and order or police or anything if it wasn't that it improved the quality of life. I truly can't. And I find it quite surprising that people find this a sort of unusual idea, because it's got obviously a good ancestry going right back to our emergence from the Middle Ages and establishing our objectives in our own lifetime. So I think it's a very compelling case, and I find a lot of people are very open to it. I think the main objection has actually been problems to do with information and implementation. And I don't say we've completely solved all of them, but we've now got a really strong evidence base developing. And I think actually a really important role of the government is to help that evidence base to develop. For example, I just make one absolutely obvious point. Anytime any policy is evaluated, please include questions about well-being in the evaluation. I think if we just get into the habit of talking this way, it'll just happen. Okay. And would you say that in the UK, you're saying that there should be support for it, but in a country such as the UK, I would say that it's probably
very liberal-minded, well, liberal in our sense. So the idea of the government playing a strong role in here, does it get support in the UK, for example? Yes, there's a lot of support. And I mean, the government itself is partly funding something called the What Works Centre for Wellbeing, which is developing the evidence-based training civil servants. Kind of for the time when there's a government that would go for it. I mean, there are some political parties that are more for it than others, as you can imagine. But we're hopeful this is going to happen in this decade, definitely. Okay. Well, thank you very much. Thank you very much for inspiring us. And with that, I'm going to build the bridge to the next speaker. Thank you very much for being here. Thank you. Dan, applaus. En mijn bruggetje naar de volgende spreker, Pieter Hazekamp van het Centraal Planbureau, is natuurlijk evidence-based. Want dat is ontzettend belangrijk voor het Centraal Planbureau. Als zij aan het rekenen slaan met allerlei plannen die worden voorgesteld, dan willen ze altijd weten, is er ook een wetenschappelijke basis voor? Nou ja, we hebben het net gehoord, volop wetenschappelijke basis. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat kan het Centraal Planbureau als ongelooflijk belangrijke regeringsadviseur eigenlijk allemaal met het begrip welbevinden? Pieter Hazekamp, welkom. Dankjewel Marieke, goedenavond allemaal. Als het goed is, kan ik een paar plaatjes laten zien. Ja, want wij staan inderdaad bekend, het CPB, het Centraal Planbureau, als de rekenmeesters van het kabinet. Wij handelen in termen als BBP, werkgelegenheid, lonen, prijzen, koopkracht, harde economische cijfers, evidence-based, zoals Marieke zei. Wij vertalen economische inzichten en ramingen over de economie naar beleid. En Nederland heeft daar natuurlijk een hele lange traditie in. En in die traditie is wel degelijk aandacht besteed ook aan geluk. Wij bestaan, op Prinsjesdag dit jaar bestonden wij 75 jaar. Toen ging Jan Timbergen aan het werk hier met zijn Centraal Planbureau. En dit zijn wat passages uit de eerste nota, het Nationaal Welvaartsplan, wat toen werd gemaakt in 1946. Een bijzondere tijd, ook na een hele erg grote crisis, de Tweede Wereldoorlog. En toen schreef Jan Timbergen al, ja, waarom doen we dit eigenlijk? En het doel was, op welke wijze een optimale behoeftebevrediging van het Nederlandse volk kan worden bereikt. En de waardering die de mensen hebben voor geestelijke vragen, het geluk dat zij weten te putten uit hun bestaan, zijn niet alleen in getallen uit te drukken, maar er is zeker een minimum van stoffelijke welvaart nodig voor het uitgroeien van cultuur en geluk. Dus er is ook een verband tussen geluk en welvaart. BBP zou je kunnen zeggen. Ik werd gevraagd voor deze avond en ik kreeg een mailtje van Robert Deur. En die zei, of die schreef, het CPB besteedt eigenlijk steeds meer aandacht aan geluk. En mijn reactie was, is dat zo? Nou, ik was op 1 maart begonnen bij het CPB, goede timing achteraf gezien, net voor de lockdown. Dus ik ging eens googlen van, op onze eigen site zoeken van in hoeverre klopt dat nou? En ik kwam op 77 resultaten voor het begrip geluk. Maar ik antwoordde Robert van ja, daar zit ook bij, het is niet gelukt of het ongeluk wilde, nou ja, dat soort teksten. En geluk zelf was eigenlijk een veel kleiner onderdeel van het verhaal. Dit zijn de resultaten voor, ik heb het nog een keertje na laten zoeken voor een wat langere periode. En dan zie je inderdaad een heel beperkt aantal hits voor het woord geluk op onze site. Wat meer al voor brede welvaart. Hè. Dat zou je misschien ook kunnen vertalen naar well-being. Hè. Het is altijd lastig om dat soort begrippen internationaal te vertalen. Ongelijkheid, een belangrijk aandachtspunt. We hebben het ook net van professor Leijert gehoord.
Ingeluk krijgt al veel meer aandacht, met meer dan 400 hits. Maar ja, BBP is toch de kroon boven alles, met bijna 1500 hits op de CPB-site de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk ook wel te verklaren, want geluk is voor economen, maar eigenlijk voor iedereen, een moeilijk begrip. Het proces ook wat Leijert beschrijft, ook de Easterlin paradox genoemd. Het feit dat we eigenlijk steeds rijker worden, maar we lijken niet veel gelukkiger te worden. Dat is, terwijl we toch in termen van materiële welvaart er steeds op vooruit gaan. En het is natuurlijk ook wel een filosofische vraag van, ja, moeten we eigenlijk wel streven naar geluk? Hè? Leijert zei, dat is toch eigenlijk vanzelfsprekend. Maar ja, Marieke zei het al, onze eigen premier heeft vrij stellig verklaard, de overheid is geen geluksmachine. En nou ja, is geluk iets wat een eindige of een oneindige schaal heeft? Hè? BBP zou in principe steeds kunnen blijven groeien. Maar ja, als je geluk defineert op een schaal van 1 tot 10, zou je op een gegeven moment ook kunnen vaststellen, nou, dan zijn we misschien klaar. Moeten we streven naar geluk? Hè? Dat is eigenlijk een soort filosofische vraag. Aldous Huxley in Brave New World, ik weet niet wie het boek kent, misschien van de boekenlijst op school, dat gaat natuurlijk over een maatschappij die eigenlijk alleen maar is ingericht op well-being en geluk. Maar daar zegt eigenlijk de hoofdpersoon, I'm claiming the right to be unhappy. En je kan, hè, voor degene die misschien wat verder van die boekenlijst afstaan, maar wel de Matrix hebben gezien, ja, kies je voor de red pill of de blue pill. Ja, dus als we een pil zouden uitvinden om alle geestelijke problemen weg te nemen in deze maatschappij, kies je daar dan voor? En wat is de prijs die je ervoor betaalt? Ja, dus dat zijn eigenlijk hele filosofische vragen waar ik ook niet direct het antwoord heb, maar die wel aangeven dat geluk een lastig begrip is. De term die wij dan toch gebruiken om de aansluiting tussen BBP, en BBP is geen perfecte definitie van welvaart, maar wel eentje die we kunnen meten, en geluk te maken, is de term brede welvaart. En in brede welvaart zit naast BBP, welvaart in termen van materiële economie, zitten ook zaken als ongelijkheid, daar zit in effecten op klimaat en milieu, daar zit in zekerheid, sociale cohesie, daar zit in gezondheid, inclusief geestelijke gezondheid. En dat zijn misschien begrippen waar we meer mee kunnen, zeg ik dan maar even als rekenmeester, dan met geluk. Want geluk is toch per definitie subjectief. Je hebt microgeluk, maar telt dat dan ook op tot macrogeluk? Hoe meten we dat nou precies? Hè? Zijn die enquêtes die we doen, die vragen die we stellen, is dat nou een betrouwbaar iets? En als het al betrouwbaar is, kan je er dan ook op sturen? Hè? Wat zijn dan ook de maatstaven die uiteindelijk die uitkomsten van die enquêtes beïnvloeden? Moet je inderdaad, zoals Leijert zegt, alles in gaan zetten op geestelijke gezondheid? Maar hoe dan? Mijn gevoel, ik heb 15 jaar rondgelopen in de gezondheidszorg, is dat je het toch misschien meer aan de voorkant zou moeten doen dan aan de achterkant. En als je aan de voorkant kijkt, ja, dan worden opeens materiële zaken wel weer belangrijk. Want er zit een hele sterke correlatie tussen bijvoorbeeld schuldenproblematiek en geestelijke gezondheid. Dus het is misschien ook nog wel iets ingewikkelder dan Leijert net beschreef. Ja, het CPB besteedt wel degelijk aandacht aan geluk. We hebben een jaar of 10 geleden een hele uitgebreide beschouwing in de macro-economische verkenning opgenomen, waarin we eigenlijk onderzocht hebben van wat kan je nou met dat begrip. En ook toen kwamen we tot de conclusie, nou, dat is nog best moeilijk. Maar ook vrij recent, en Marieke kwam met dit plaatje, ik ben zelf nog niet zo lang bij het CPB, dus dank daarvoor. In het CEP 2019, het Centraal Economisch Plan, dat maken we nog steeds. Stond dit plaatje met aan de linkerkant de levensverwachting en hoe die correleert eigenlijk met gezondheid. Met inkomen. En dan zie je bijvoorbeeld ook dat lagere inkomens toch een veel lagere ervaren gezondheid hebben voor een veel langdurige periode. Maar rechts is interessant om te zeggen, en dat is ook met linkje naar de situatie van vandaag en naar de miljoenennota.
is dat mensen levensvoldoening, je zou dat geluk kunnen noemen, veel sterker wordt beïnvloed door een daling van dus economische krimp dan door economische groei. Hè. Dus hier is duidelijk sprake van een asymmetrie. Verliesaversie is inmiddels natuurlijk ook uit de gedragseconomie een bekend begrip. Als mensen te maken krijgen met economische krimp, waardoor een deel van de mensen bijvoorbeeld hun baan verliest, Marieke zei het net al, dan mag je daar een veel sterker negatief effect op geluk van verwachten dan andersom het positieve effect op de economische groei als het weer wat beter gaat. En dat betekent ook dat de overheid zijn best zou moeten doen om te voorkomen dat die negatieve effecten optreden. Nou, dat is precies wat er op dit moment gebeurt, maar tegelijkertijd, en dit is de publiciteit van deze week, mag je wel enige zorgen maken over de effecten van corona. Corona heeft natuurlijk hele grote gevolgen voor materiële welvaart. Dit jaar verwachten we een daling van het bruto binnenlands product met 5%. Dat hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gezien. Maar die daling is ook nog eens een keertje heel erg ongelijk verdeeld. En in de macro-economische verkenning van dit jaar, die afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd, laten we ook zien dat je daar echt wel zorgen over moet maken. Want wie worden geraakt door deze crisis? Dat zijn mensen zonder vaste baan, hè, met een flexibele arbeidsrelatie, zoals dat dan zo mooi heet tegenwoordig. Dus gewoon mensen op afroepcontracten, tijdelijke contracten, zelfstandigen, jongeren, schoolverlaters, al die groepen, arbeidsmigranten worden veel sterker geraakt dan anderen door de gevolgen van deze crisis. En niet alleen dat, want dat is de arbeidsmarkt, maar je ziet ook een duidelijke correlatie tussen sociaal-economische status en gezondheid. En nou wil het geval ook nog eens een keer dat mensen die werken in beroepen die gewoon door moesten gaan in deze crisis, denk aan, noem maar iets, de vleesverwerkende industrie, ook nog eens een keer mensen zijn vaak met die lage sociaal-economische status. En dat zijn dan ook nog eens een keer de groepen die de grootste risico's lopen. Ook in het onderwijs moet je je zorgen maken over de effecten van deze crisis op kwetsbare groepen. En we weten al lang dat het nogal wat uitmaakt wie je ouders zijn. Hè, of je thuis van huis uit bepaalde dingen hebt meegekregen. Ouders met zelf een hoog opleidingsniveau. Ouders die de Nederlandse taal goed beheersen. Ouders die voor jou een bijscholing kunnen inkopen. En daar kwam nog eens een keer bij dat de eindtoets dit jaar in het basisonderwijs is vervallen, waardoor veel kinderen, en met name kinderen met inderdaad die kwetsbare achtergrond, een lager schooladvies hebben gekregen dan ze anders zouden hebben gekregen. Dus er is veel om je zorgen over te maken. Wat doet dan de overheid? Nou, die is zich dat natuurlijk wel bewust tot op zekere hoogte. En de overheid heeft de afgelopen tijd veel gedaan om te steunen in deze tijd. En ook heeft ook geprobeerd met dat steunbeleid onzekerheid, hè, wat per definitie iets is wat ongelukkig maakt, zoveel mogelijk weg te nemen. En dat steunbeleid is ook niet voor niets nu voor een periode tot aan de zomer van volgend jaar aangekondigd, hè, zodat mensen en bedrijven ook weten waar ze aan toe zijn. Maar SCP, ons collega planbureau, heeft onderzocht in de Sociale Staat van Nederland, vorige week gepubliceerd, dat eigenlijk, verrassend genoeg, de tevredenheid van mensen over hun eigen leven en over hun gezondheid onveranderd is in deze crisis. Vertrouwen in de overheid is toegenomen. Eenzaamheid is ook toegenomen. En ik ga nu te hard. En dat laatste is natuurlijk weer iets waar je zorgen over moet maken, want we weten ook uit de literatuur dat er een belangrijke correlatie is tussen eenzaamheid en ongeluk, om het zo maar te zeggen. Het steunbeleid is sterk gericht geweest op baanbehoud. Dat ding vloept af en toe weg, excuus daarvoor. En dat is ook belangrijk, hè? Dus zoals Marieke ook aangaf, het hakt er nogal in als je je baan verliest. En dat betekent dat je waarschijnlijk ook iets te veel kan doen in je steunbeleid dan iets te weinig. Dus de overheid heeft echt ruimhartig gesteund. Er zijn miljarden en miljarden in de economie gepompt, onder meer via die NOW-regeling. En dat heeft er ook voor gezorgd
bijvoorbeeld dat het aantal faillissementen nog nooit zo laag is geweest in de afgelopen 20 jaar. Toch een beetje raar midden in een crisis. Dat betekent dat we waarschijnlijk iets te veel aan het doen zijn, maar dat is heel goed verdedigbaar in een situatie waarin je zegt, laten we de klap met elkaar opvangen. En in wezen speelt daarbij dus welbevinden toch een belangrijke rol. Je kan ook zeggen, deze hele crisis is ontstaan omdat we gezondheid centraal hebben gesteld. De overheid heeft maatregelen genomen die daarin hakken in de economie om de gezondheid van mensen en vooral van oudere mensen te beschermen. Ook dat is ingegeven door geluksoverweging, want gezondheid, we hebben het net ook weer gehoord, speelt een belangrijke rol bij geluk. Maar het is ook een beetje te makkelijk om voor te stellen dat economie en gezondheid strijdig met elkaar zijn. Want we hebben gezien in landen zoals het VK, zoals de Verenigde Staten, zoals Brazilië, dat overheden een tijd lang hebben geprobeerd om corona te negeren. Eigenlijk geen maatregelen hebben genomen. En die landen hebben allemaal alsnog nog veel harder moeten ingrijpen dan wij. En waar ze niet ingrepen, bleven mensen zelf weg bij de horeca, bij toerisme, bij evenementen. Enzovoort. Dus uiteindelijk is dat ook een beetje een schijnstegenstelling. Ik denk dat de Nederlandse lockdown een redelijk evenwicht heeft gevonden tussen gezondheid en economie. Waar je dan echt zorgen over moet maken, ik zei het net al, is die ongelijkheid. Gezondheid is scheef verdeeld. De arbeidsmarkt heeft een tweedeling en een aantal zeer kwetsbare groepen. En de onderwijssector kent kansenongelijkheid. En dat is eigenlijk ook waar de overheid zich dan de komende tijd vooral zou op moeten richten. Niet alleen op het opvangen van de klap nu, maar ervoor zorgen dat in de toekomst we toch beter voorbereid zijn op een volgende klap. En je dus minder kwetsbaarheden in de economie kent die nu helaas zijn blootgelegd. Nou, gaat er iets helemaal mis? Ja. Nou, dat doe ik niet. Oké, nou goed. Gelukkig maar. Kan ik hem weer in beeld? Of, Oh, dan gaan we het hard. Ja, en wat kan het CPB daaraan bijdragen? Nou, wij kunnen doen wat we altijd doen. Vanuit wetenschappelijke inzichten, economische analyses, bijdragen aan onderbouwde keuzes. Dat begint, en daar beginnen we heel binnenkort mee, bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Het zogenaamde keuzes in kaart. Natuurlijk gaat het daar ook echte harde economische variabelen zoals BBP, werkgelegenheid, koopkracht. Maar we kijken ook naar andere zaken. De Gini-coëfficiënt voor de economen, een oude bekende, die iets zegt over ongelijkheid en hoe die zich ontwikkelt. We kijken naar intergenerationele effecten. In hoeverre worden er schulden doorgeschoven naar toekomstige generaties. En we kijken natuurlijk ook naar werkloosheid, om maar iets te noemen wat een belangrijke indicator is, ook van geluk. Dat is wat we macro doen. Micro kijken we ook straks bijvoorbeeld waar dat gaat over het Wiebke-fonds, het Nationaal Groeifonds, naar onderbouwing van beleidsbeslissingen. En investeringen, daar hebben we een mooi instrumentarium voor, de maatschappelijke kostenbatenanalyses, MKBA's, mede ontwikkeld ook op het CPB. Waardoor we kunnen zeggen, we kijken naar de effecten van investeringsbeslissingen en niet alleen vanuit bijvoorbeeld een welvaartsperspectief, maar vanuit een veel breder perspectief. En daar kun je dus allerlei effecten, bijvoorbeeld ook op milieu, om maar iets te noemen, in meenemen. We werken ook actief samen met de andere planbureaus, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau, in de Kansrijk-serie die de afgelopen maanden is uitgekomen. Rekenen we eigenlijk de effecten door van mogelijk beleid op brede welvaart, samen met die andere planbureaus. En de uitdaging die er nog ligt, en dat is misschien ook het aanbod aan professor Leert, om zo maar te zeggen, is om ervoor te zorgen dat dat soort brede welvaartsindicatoren ook worden meegenomen in de beleidscyclus. Dat is nu eigenlijk nog nauwelijks het geval. De miljoenennota heeft wel een mooi tekstje over geluk, maar daar staan geen indicatoren in. En de uitdaging die er ligt en die we ook oppakken samen met de andere planbureaus is om een aantal operationele begrippen te ontwikkelen, brede welvaart, waardoor het beleid ook kan monitoren of het beleid ook de beoogde effecten heeft en de gewenste welvaartswinst, brede welvaartswinst, teweeg brengt. Dank voor uw aandacht.
Dankjewel. Ik dacht bij mezelf, ja, ik weet niet of jij dat, hè, zeg maar, of je het kent, of het gelezen hebt, maar er zitten dus ook allemaal stukken in over hoe je eigenlijk met heel weinig geld echt hele eenvoudige therapeutische interventies kan doen, waarmee je dus echt daadwerkelijk in die 8 sessies, hè, hij noemt dat even tussen neus en lippen door, dat je daarmee mensen daadwerkelijk blijer kunt maken. Hè? Dat het dus, als je depressief bent of angstig of noem maar op allemaal, dat het daar dus ongelooflijk in werkt. Als er nou een politieke partij naar jullie toe komt en die zegt, nou, ik heb dat boek gelezen en ik wil dit gaan doen, reken het eens voor mij door. Zou dat dan eigenlijk kunnen? Nou, dat is lastig, zeg ik dan. Ten eerste, het gebeurt natuurlijk al. Hè. Het is niet zo dat we in Nederland niet dit soort interventies kennen in de GGZ. Sterker nog, de afgelopen jaren heb je een beweging gezien van heel langdurige psychotherapie naar juist dit soort snelle interventies, hè, die evidence-based hebben bewezen effectief zijn en bijdragen tot snel herstel van mensen. En daar moeten we ook mee doorgaan en daar kan je natuurlijk altijd extra in investeren. Maar het is altijd lastig, hè, dus ik spreek ook met gemeenten, die zeggen dan ook, joh, als wij dan meer gaan doen in het sociale domein, kunnen we daar dan winst voor inboeken, hè, bijvoorbeeld minder criminaliteit of nou ja, allerlei andere effecten. Ik zeg, ja, dat wordt wel heel erg ingewikkeld. En je moet het misschien ook niet primair doen om die soort monetaire zij-effecten, maar je moet het vooral doen om de gezondheidswinst die het zelf oplevert. En daar kan je best iets over zeggen. Maar dat is iets anders. Hè. Bij ons willen ze altijd dat we dan toch weer terugrekenen naar het BBP. Nou, daar zijn wel wat bedenkingen bij te maken. Maar dat is eigenlijk niet zo gek, hè? Want als het terug te rekenen is nadat het zich op een andere manier terugverdient. Hè? Dus als je kan aantonen bijvoorbeeld van, nou, hè, met dit type therapie kun je heel veel burn-outs voorkomen en daarmee heel veel ziekte verzuimen. En dus zou het heel goed zijn voor het BBP. Ja, dan is de kans dat je er een meerderheid voor krijgt natuurlijk wel even groter als jullie daar je handtekening onder zetten. Dat is waar. Alleen ik denk dat wij uiteindelijk ook onze beperkingen moeten kennen. Van hoe hard kan je op een gegeven moment bepaalde verbanden leggen. Waar we dat kunnen, zullen we het zeker niet nalaten. Maar hetzelfde geldt natuurlijk, bekend voorbeeld, ook voor investeringen in onderwijs. Ik denk eigenlijk dat de beste investeringen in gezondheid, zie ook die verhalen over over sociaal-economische gezondheidsverschillen, ook een investering in onderwijs is. Daar begint het in ieder geval. Ja, wij kunnen niet uitrekenen hoeveel dat extra doet voor economische groei, laat staan brede welvaart. Daar zijn de verbanden te langjarig en te vaag voor. Tegelijkertijd kunnen we er kwalitatief wel wat over zeggen. En dat doen we ook bijvoorbeeld in die kansrijkserie. Oké, goed. Dankjewel, Pieter Haaskamp. En dan vraag ik Ellen van Hoornen om naar het podium te komen. Ellen is van opleiding politicoloog, maar ze deed wel een aantal internationaal economische betrekkingen vakken, als ik je goed gehoord heb. Dus ze heeft wel een vleugje economie meegekregen. En in het voorbereidende gesprek zei ik van, ja, je staat voor een zaal met economen. Hè, dus vertel ze maar eens eventjes wat jij van ze nodig hebt. En nou blijkt dus dat ze helemaal niet per se voor een zaal met economen staat. Maar toch gaan we dat aan je vragen. Ellen schreef een mooi stuk, wat jullie misschien ook op de website hebben gezien, over de renaissance van de overheid. En het gaat natuurlijk stiekem toch wel steeds een beetje over die overheid als geluksmachine, die dus misschien wat minder bescheiden is. Dus Ellen, aan jou. Ja, dankjewel Marieke en goedenavond. Heel goed om hier te zijn. Maar dan zijn jullie geen economen, maar wie van jullie is student? Mag ik dat dan weten? Dat is nog lang niet. Nou, beginnend, werkend. Want jullie zijn allemaal heel jong, volgens mij. Oké. Okay. Beginnend niet werkend, mag ook. Ja, goed. Nou goed, ik wil jullie meenemen naar mijn studententijd. Die begon in 1989. Ik ging politicologie studeren aan de Marxistische faculteit Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschap in Amsterdam. En het was een rode faculteit. En wat we te lezen kregen was onder andere het Communistisch Manifest. En de multinationals, die waren eigenlijk een bron van kwaad. Jullie moeten lachen. Ja, okay. En het ging ook veel over het militair-industrieel complex en macht, die eigenlijk alles is. En de kapitaal, de arbeider, onder water hield. Ik had al wel snel door van, nou, dit is ook niet helemaal de hele werkelijkheid. Ik vond het wel heel interessant, hoor, moet ik zeggen. Dus ik ging ook economie studeren, Marieke, aan de economiefaculteit van de Universiteit van Amsterdam. En dat was heel lekker praktisch. Zo vraag-aanbodcurves, wiskunde B, een beetje Philips-curves. Maar daar vond ik ook wel weer een heel ander uiterste
moet ik jullie eerlijk toegeven. Want toen ging het bijvoorbeeld over de vraag, hoe moeten ontwikkelingslanden zich nu uit armoede omhoog trekken? En dan was het antwoord van mijn medestudenten, nou ja, je hebt gewoon een recept. Nee, je hebt bijvoorbeeld staatsbedrijven verkopen, dereguleren, kapitaalmarkten liberaliseren, voedselprijzen. En dat was het, een feitelijk gunstig recept dat op elk land van toepassing is. Dus eigenlijk een soort van kritiekloos accepteren van oplossingen. En ook een beetje los van context of van geschiedenis. En dat contrast tussen die twee werelden is mij altijd blijven fascineren. En het is ook wel heel actueel, hè, in het debat over de plaats van de overheid in de economie, zou ik zeggen. En, maar we moeten het natuurlijk hebben over geluk, brede welvaart. Ik zie het ook een beetje zo als Pieter. Volgens mij is het goed om vooruitgang op zoveel mogelijk gebieden te bewerkstelligen. Gebieden die belangrijk zijn voor mensen. En dat zou je geluk kunnen noemen. Je kan het ook het goede, het ware en het schone noemen op een meer filosofisch niveau, hè, zoals Plato dat noemt. En mijn inbreng vanavond aan jullie is eigenlijk een oproep. Om aan jullie economen, maar jullie zijn niet allemaal economen, maar in ieder geval aan jullie, om die luiken open te gooien van je vakdiscipline. Omdat de werkelijkheid, ook als een overheid merk ik dat, zo buitengewoon complex is. En Pieter refereert er al aan, het is onmogelijk om dingen vanuit één facet te bekijken. Dus we moeten het met elkaar doen. Daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Over geluk dan maar. Ik zie een hele belangrijke en groeiende aandacht voor geluk en welbevinden, of hoe je dat ook zou kunnen noemen. Die monitor brede welvaart van het planbureaus en het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin echt wel goed wordt gekeken hoe gaat het met Nederland. En ook, mijn vak is natuurlijk in die torens van Den Haag. Hè. Dan zitten wij te discussiëren van hoe moet het nou verder. En dan gaat het vaak over andere dingen dan alleen BBP. Ik zie in toenemende mate dat het gaat over vragen wat schulden met mensen doen. Het gaat over maatschappelijk onbehagen. Het gaat over welk doenvermogen hebben mensen eigenlijk. En ook de behoefte aan stilte en groen. Ik vond dat zelf heel indrukwekkend tijdens de coronatijd. Dat je dacht, oh, zo kan het ook. Zonder die vliegtuigen van Schiphol over mijn tuin. He, dus dat is ook de kwaliteit van leven. Dus ik zie die wel in toenemende mate terugkomen in discussies. Of we nou helemaal al geslaagd zijn in het incorporeren van al die dingen in monitors en cijfers en beleidsinterventies, dat denk ik dat we er nog niet zijn. Oké, maar dan, ik denk dat ik toch belangrijk vind om nog even terug te gaan naar mijn studietijd. He, want die tijd was ook weer een reactie op iets anders. Toen ik zo aan de economiefaculteit of aan de economiefaculteit aan het studeren was, toen werd er eigenlijk, was er een reactie op de ingewikkelde tijd van de jaren 80. De stagflatie, jullie hebben er ongetwijfeld over gelezen. En het denken van de overheid was eigenlijk in beweging gekomen. Eerst was het zo van de interventionistische economie na de Tweede Wereldoorlog, die eigenlijk zei, we gaan Nederland weer opbouwen. We gaan in de economie interveneren en zorgen dat Nederland er weer sterker uitkomt. Dat was heel erg het gedachtegoed van de Tweede Wereldoorlog en daarna. In de jaren 70 sloeg het om, eind jaren 70 zou ik zeggen. Het denken van de overheid sloeg ook om. Het werd eigenlijk geproblematiseerd. Dus we hebben heel lang het verhaal gehoord in de jaren 90 toen ik begon met werken. Hoge belastingen, die staan groei in de weg. Regels die belemmeren ondernemerschap. Kritiek op die uitdijende verzorgingsstaat die als, zeg maar, als een molensteen om de nek van de economie hangt. En de grote kopstukken die daarbij horen waren Margaret Thatcher. There is no such thing as society, of Reagan, die zei, in this present crisis, government is not the solution to our problem, it is the problem. Dus de overheid als probleem. En deze tendens om de overheid als probleem te zien is best serieus doorgedrongen in de beleidscirkels van Den Haag. De economie als discipline had de wind mee. En de ingenieurs van de jaren 50 die werden zo opzij geschoven.
En dat gaat ook samen met een discours, een economisch discours. En dat gaat over bijvoorbeeld de markt die veel oplost. De wereld is natuurlijk veel complexer dan dat, maar het idee was wel om te beginnen daarmee. En dan had je marktfalens, externe effecten, prikkels bij prijzen en er hoort een soort mensbeeld bij van winstmaximalisatie of nutsmaximalisatie. En de overheid aan de andere kant, die is duur en log en niet in staat te innoveren, want niet blootgesteld aan de markt. Dat beeld is aan het veranderen. We zitten midden in die verandering. En een scharnierpunt was natuurlijk de economische crisis van 2008. Hè. Er is er al eerder aan gerefereerd toen al die banken moesten worden gestut. En overheidsingrepen nodig was. En in het decennium sinds de crisis hebben we allemaal nieuwe onderwerpen op de agenda zien komen. Die komen ook langzamer ook weer in beleidscirkels terecht. Het gaat over ongelijkheid. Het gaat over die klonterende vermogens bij die 1%. Van hoe zit dat nou? Moeten we daar niet iets mee? Piketty en Stiglitz die daarover schrijven. Het CPB is gaan rapporteren over ongelijkheid. Maar het gaat ook over andere grote vragen. Zoals waarom stagneren de lonen nou? En hoe zit het met die productiviteitsgroei die achterblijft? En de lonen die stagneren. Het kapitalistische stelsel, zou je kunnen zeggen, heeft ons heel veel gebracht, maar stelt ons ook op bepaalde aspecten teleur. Er is meer nodig dan dat. En Klaas Knot, onze directeur van de Nederlandse Bank, die zei het in een Italiaanse krant. Workers, not just owners of capital, should see the benefits of the euro. En toen moest ik weer aan dit mooie boekje denken dat ik al een beetje vergeeld in de kast had staan. Maar, dus ik zie het denken kantelen. En ik denk dat het goed is. En ik wil twee voorbeelden noemen uit mijn eigen beleidspraktijk. De eerste is de woningmarkt en de tweede is Rotterdam-Zuid. Volgens mijn informatie ligt het hierachter, ik weet niet helemaal zeker. Het klopt gelukkig. De woningmarkt. Kijk, ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, daar gaat het over wonen. En wonen is heel lang echt als een markt gezien. Je kijkt naar de vraag-aanbod, je gaat aan de vraag sleutelen aan het aanbod. En daar ontstaat een evenwicht. Als je als econoom kijkt, dan ben je vooral daarmee bezig. En dan heb je het over de hypotheekrenteaftrek of de overdrachtsbelasting om aan te sleutelen. Maar als je anders gaat kijken naar wonen, dan ga je ook andere dingen zien. En als je bijvoorbeeld als geograaf of planoloog naar het woonvraagstuk kijkt, dan zie je andere dingen. Je ziet de trek naar de stad van de afgelopen 10 jaar. Dat jullie allemaal naar de stad zijn gegaan om daar te wonen. Hoogopgeleide uit Drenthe. Daar gingen zitten. Ja, ik zie herkenning in de zaal. We zien nog veel meer. We zien dat we eigenlijk die huizenprijzen heel lokaal enorm aan het stijgen zijn. Het is een geografisch vraagstuk. Je ziet de strijd om de ruimte in Nederland toenemen. Volgens mij is net berekend door mijn ministerie dat we 110% claim op 100% van het land leggen. Hoe gaan we dat doen met stikstof en energietransitie en die windmolens en natuurherstel wat ook nodig is. He, er zijn heel veel belangen die spelen, maar ook veel bestuurslagen die daarmee te maken hebben. Dus merk ik in de beleidspraktijk in Den Haag dat we steeds meer elkaar opzoeken. Dus ons ministerie van Infrastructuur, van Natuur, van Economische Zaken, om dingen samen te doen. En dat is nog best wel even wennen voor economen, merk ik, die toch ook wel het fijn vinden om die instrumentenbox te hebben die we nu eenmaal hebben. Van je gaat de belasting verhogen of je gaat hier iets doen in het systeem, een beetje het systemisch denken over de woningmarkt, om vervolgens een soort maatschappelijk effect te verwachten. En de werkelijkheid is toch veel ingewikkelder. Ook in Rotterdam-Zuid. Er zijn in Nederland gewoon een aantal gebieden waar heel veel economische, sociale en veiligheidsproblemen samenkomen. Richard Laird had er ook al over. En dat is een groot vraagstuk voor de overheid ook. En we hebben daar een wijkenaanpak voor gehad. Die kennen jullie waarschijnlijk niet. Maar dat ging over Vogelaarwijken. De minister Vogelaar was daarvoor verantwoordelijk. En die is eigenlijk gestrand, die aanpak. Er was dus te centraal, er was te weinig geld. En het was te veel vanuit één perspectief gedacht. Van, als we de stadsvernieuwing
op orde hebben, als we in stenen investeren, dan komen vanzelf ook de maatschappelijke effecten. En dat lukte niet. Toen kwam er een rapport, er is altijd een rapport ergens over in Nederland, hè, van, in dit geval van Deepman en Mans, die zeiden van Rotterdam-Zuid is te groot. Dat gaat om 200.000 mensen, 100.000 woningen. Het is te groot voor Rotterdam, dit vergt een landelijke aanpak. En toen zijn er mensen bij elkaar gaan zitten om hiermee aan de slag te gaan. Het is natuurlijk niet alleen de problemen van Rotterdam-Zuid. Kijk, als Amsterdammer is het voor mij ook een beetje spannend om over Rotterdam te praten, terwijl ik het niet zo goed ken. We hebben ook problemen, de Bijlmermeer en Nieuw-West, hè, dat zitten in de grote steden van Nederland. En je kan er als econoom naar kijken, hè. Het is een economisch vraagstuk. Een economisch vraagstuk in termen van werk. Werk is heel belangrijk. Ik heb zelf bij de sociale dienst in Amsterdam gewerkt. En ik heb wel gemerkt dat het verlagen van de uitkering om mensen te prikkelen om weer aan het werk te gaan, bij heel weinig mensen echt dat effect zal hebben. Dus mensen die al een tijd in de uitkering zitten, zitten daar meestal niet vanzelf. Dan is er meer aan de hand. Dus ook in termen van overheidsinterventie is er veel meer nodig. Het is een sociaal vraagstuk, het is een veiligheidsvraagstuk en een bestuurlijk vraagstuk ook. Dus die overheid is nodig. Het programma is gestart, Rotterdam-Zuid, alweer 10 jaar geleden, waarin zonder geld, waarin bestuurders elkaar opzochten, woningcorporaties, bedrijfsleven, scholen, om te praten over hoe kan het hier beter. En daar plannen voor te maken. Dat begon te lopen en pas na een tijdje, aan het begin van deze kabinetsperiode, is daar geld bijgekomen. 130 miljoen euro vanuit het Rijk, dat is bijgelegd door de gemeente, dus dat is vrij veel geld. En er zijn allerlei onorthodoxe maatregelen genomen vanuit verschillende disciplines. Het ging over verlengde schooltijden voor kinderen, zodat ze niet op straat aan het zwerven waren. Nieuwe schoolgebouwen, een soort carrière startgaranties voor kinderen van die van het VMBO komen. En zelfs een speciale status van Rotterdam-Zuid in de driehoek. Hè. De driehoek is dan de veiligheidsdriehoek. Met een rechtbank op Zuid. En natuurlijk stadsvernieuwing, huizen opknappen, investeren in de publieke ruimte. Het is heel bestuurlijk complex en we zijn er nog niet. Het is echt een kwestie van nog 10, 20 jaar. Maar er is al heel veel bereikt, want het wordt ook heel goed gemeten. Ik heb de spreadsheets voor jullie nog even bekeken en dan zie je de CITO-scores langzaam naar een G4 gemiddelde opkrikken. En dat is buitengewoon betekenisvol voor mensen die daar wonen en hun kinderen die naar school gaan, denk ik. Dus ik zou zeggen, lieve economen, maar ook lieve andere disciplines hier aanwezig. We kennen elkaar nu 10 minuten. Mag ik jullie alsjeblieft om een gunst vragen? Blijf doen waar je goed in bent, hè. Nadenken over economische groei. Goed indicatoren maken. Schaarste, effectiviteit en goed geld besteden is superbelangrijk. Maar mag ik jullie ook vragen om dit samen te doen met sociologen, planologen, en oog te hebben voor de bestuurlijke complexiteit. Want ik heb wel geleerd dat een goede overheid er echt toe doet, als speler ook, actief en niet alleen als voorwaardescheppend geheel, oplosser van marktfalens. Want ik denk dat de opgaves die om ons heen liggen ongelooflijk complex zijn en heel zwaar ook in termen van corona, maar ook heel prachtig om aan te werken. Dus misschien willen jullie dat met mij doen. Dankjewel. Dankjewel, Ellen. En ik denk voor alle disciplines goed om te horen, toch? Dat het goed is om af en toe even die andere bril op te zetten. En dan zie je opeens een heel ander probleem. Ik denk eigenlijk dat je hiermee ook een beetje het centrale thema van onze avond hebt neergezet. Namelijk de vraag, oké, dat geld, hè, dat er dus eigenlijk best wel is. Ja, hoe kan het nou door een overheid, hè, met die sterke overheid, ingezet worden om onze maatschappij, om ons uiteindelijk, om ons geluk ook allemaal te vormen? En ik wil daar graag nog even met jullie drie over doorpraten. Dus ik wil ook aan Pieter en aan Ivo vragen om naar voren te komen. En dan mogen jullie achter de tafel gaan zitten. En dan, als het klokje hier blijft staan, dan kan ik ook nog een beetje tijd managen. Dan hebben we nog ongeveer een kwartiertje om vragen te doen. En tenzij jullie echt helemaal je erop storten, dan hebben we misschien nog ietsje langer. Ops.
gaat. Dus daar wil ik jullie voor uitnodigen. En dan is Willem denk ik ergens, maar ik kan hem niet zien, met een microfoon. Zodat hij ook naar mensen toe kan om vragen te stellen. Dan stel ik de eerste. En dan als iemand zijn hand opsteekt, dan komt Willem zo dadelijk naar je toe. Laat ik met deze vraag beginnen. Want het ging vandaag en gisteren ook bij de politieke beschouwingen ontzettend veel ook over de rol van de overheid. Hè? Eigenlijk over dat pendulum tussen de markt en de overheid. En daar ging het vorig jaar eigenlijk ook al ongelooflijk vaak over. Hè? Dus het is niet alleen maar door corona dat het zo sterk gaat over die relatie tussen markt en overheid. En eigenlijk veel meer inderdaad tot en met de VVD aan toe een rol voor de overheid. Ik zou aan jullie willen vragen, en dan begin ik bij jou, Ellen. Denk je dat dat zo doorgaat? Want hè, je gaf zelf al aan van het is een soort pendulum. En wat zal bepalen of die grote rol voor de overheid, of dat inderdaad het nieuwe politieke discours wordt? Ja, ik weet het niet. Het is, ik weet ook niet of pendulum het beeld is dat hierop past. Ik zie wel, het gaat in termen van geld, ja. We gaan nu meer uitgeven dan we een jaar geleden deden. Overigens, toen ik dat stukje schreef over de overheid, viel mij op dat de manier waarop we over de overheid praten niet in relatie stond met de rol die de overheid heeft. Want we hebben het wel heet het over, ja, die is op afstand komen te staan, maar feitelijk is die heel erg veel blijven doen. Dus qua wetten en regels en andere dingen is dat volgens, het is gewoon zo'n flatline. He, dus, en dat is wat je in dat stuk uiteenzet. He. Je hebt een aantal indicatoren waar je door de tijd mee vergelijkt. En dan zeg je eigenlijk, ja, het is helemaal niet zozeer waar dat na de jaren 80 de overheid echt meetbaar kleiner is geworden. Dat klopt. Dus ik denk dat het eerder meer een discoursvraagstuk is dan een vraag van, gaat de overheid nou zich weer helemaal in de levens van mensen storten? Dus ik verwacht wel, de verwachtingen aan de overheid zijn heel hoog. Kijk naar de politieke beschouwingen. Elk probleem ligt op de tafel van de politiek ongeveer. Het is bijna niet te doen om dat eraf te schuiven. En met hoge verwachtingen en met schaarste aan middelen gaan we doen wat het beste is voor dit land. Ik denk dat dat een beetje de dynamiek is. En gaat het dan lukken om, zeg maar, hè, want je, zeg maar, in het bedrijfsleven zeg je dan altijd tegen elkaar, hè, don't overpromise, hè, zeg maar. Ja, ja. Dat zou ik ook niet doen als ik politicus was. Want, Nee, maar ja. Dat, als politicus misschien juist wel. Hè? Met mooie beloftes krijg je mensen mee. Zeker, ja. En dan is dus de vraag, hè, als we nou, zeg maar, als jouw toekomstvoorspelling over 2 jaar of over 4 jaar, geloven we dan in Nederland nog steeds, hè, gaat het politieke discours nog steeds over die overheid die zijn rol moet? Nou, ik denk dat het iets complexer dan dat is. Ik denk ook dat de samenleving een derde actor is die heel belangrijk is. Die ook heel erg geëmancipeerd is. Mensen steeds hoger opgeleid is. Dat ook mensen in de steden en in de dorpen gaan opstaan om dingen op te lossen. Dus ik denk dat we een beetje uit die tweedeling moeten komen. En die samenleving meer naar voren. En ik hoop dat de maatschappelijke vraag in het midden komt te staan. En niet het economisch denken of het sociologisch denken. Ik hoop dat we echt kijken naar wat er nodig is. En of je dat nou welbevinden noemt of brede welvaart, dat maakt me dan niet zoveel uit. Ivo? Ja, iets aan toevoegen. Ik denk dat we een beetje uit die tegenstelling overheid-markt moeten gaan. Ik moet dan denken aan een boek, dat werd een jaar geleden geschreven door een Franse econoom die in Amerika werkt, Philippon. En daaruit komt eigenlijk naar voren dat je soms een sterke overheid nodig hebt om een goede marktwerking te garanderen. En hij vergeleek de macht van big business in Amerika, waar de antitrustregulering volkomen faalt en de overheid dus in de greep is van big business, met de veel positievere rol van een sterke Europese Commissie op mededingingsgebied in Europa. En hij liet ook zien dat dat echt voordelen heeft voor de consument, bijvoorbeeld lagere prijs van internetabonnementen, vliegtickets, enzovoorts. Dus kom ik even terug op wat ik ook in mijn verhaaltje zei. Het gaat erom dat de overheid de goede dingen doet. En dat de overheid ook de markt laat werken. En dat je voorkomt dat ofwel bij de overheid ofwel bij de markt, dat gevestigde belangen, deelbelangen, het voor het zeggen krijgen. En dat de overheid ook het publieke belang dient. Dus ik denk dat we daar veel meer naar moeten kijken dan een ideologische discussie voeren over staat versus markt. Ja.
En dan dat is je beeld, hè? Dus het is een evenwicht tussen die twee krachten. En dan ben ik nog steeds benieuwd, hè? Over 2 jaar of over 4 jaar, zijn we dan inderdaad nog steeds, hebben we het gevoel van, nou, dat lukt om dat evenwicht nog steeds verder te verbeteren. Houden we dat vertrouwen daarin? Ik hoop van wel, want er is natuurlijk nog ongelooflijk veel te doen. En de grote big business, de techbedrijven uit Amerika, hè, daar is nog echt werk aan de winkel om daar als overheid meer greep op te krijgen, zowel qua belastingheffing als qua marktmacht. Dus ik hoop echt dat we daar op Europees niveau stapjes maken. Ja. Oké, okay. Ja. Pieter? Ja, het wordt een beetje saai. Ik ben het met beide vorige sprekers eens. Nee, maar ook aansluitend op het laatste punt. Hè, dus je bent ook nooit klaar. Hè. De samenleving is een dynamisch geheel. Technologie blijft zich ontwikkelen. Organisatievormen blijven zich ontwikkelen. En daar zal de samenleving mee om moeten gaan. In zijn verschillende verschijningsvormen. Ik ben het erg met Ellen eens. Je moet niet in de frame van Margaret Thatcher stappen. Er is alleen maar markt en overheid. We hebben ook zoiets. Hè, there is such a thing as society. En of je dat dan gelijk naar het CDA gedachtegoed en corporaties en dat soort dingen moet, daar kan je van mening over verschillen. Maar de samenleving heeft ook zelforganiserend vermogen. En ik denk dat bijvoorbeeld in sommige sectoren, nou kijk het onderwijs, daar is juist heel veel onvrede over een veel te direct regulerende rol van de overheid. En misschien is dat wel een terrein waar de overheid een stapje terug zou moeten doen en meer ruimte zou moeten bieden aan professionals. Terwijl op andere terreinen en macro, die zegt van ja, misschien breekt er inderdaad een tijd aan, à la de wederopbouw na de oorlog, dat de overheid weer wat meer gaat doen. En dus ik denk, het is niet zwart-wit en je moet er ook genuanceerd naar kijken. Oké, okay, dat is altijd goed. Willem, waar ben je? Waar ben je? Ja, heeft er al iemand zijn hand opgestoken? Moet altijd de schapen over de dam, hè, mensen? Oh, je krijgt, ja, heel goed, een online vraag. Laten we het online publiek even de voorrang geven. Ja. Een vraag van Maaike. Denken jullie dat het helpt om expliciete en ministerieoverstijgende beleidsdoelen gericht op brede welvaart te formuleren? Ja. Ja? Oké. Okay. En hoezo zou dat werken? Nou, hoe ziet dat eruit? Neem ons eens even mee in deze wereld. Ik denk, ander moet maar aanvullen, maar dat inderdaad een van de dingen die de overheid wel kan doen, is inderdaad ambities neerzetten, doelen neerzetten, zoals bijvoorbeeld op klimaatterrein is gebeurd. En dan zie je ook, je kan heel veel afdingen op hoe zo'n klimaatakkoord tot stand is gekomen, maar er zijn wel dingen in beweging gekomen. En eigenlijk is er ook geen discussie meer over het feit dat we die transitie met elkaar moeten gaan doen, alleen over het hoe. En dat is prima, want dan kan je juist weer ook dat zelforganiserend vermogen van de samenleving aanspreken. Dus het helpt op bepaalde terreinen als de overheid zegt, en bij volksgezondheid heb je ook dit soort doelstellingen. Van we willen over een bepaalde tijd willen we daar staan. We weten misschien nog niet helemaal welke stappen we precies moeten gaan zetten. Maar we gaan onze gezamenlijke energie, overheid, markt, samenleving richten op dat doel. Oké, okay, goed. Ik zag Robert een hand omhoog steken. Hij was bereid om het eerste schaap te zijn. Ja, dat ben ik heel graag. Ik wilde iets vragen over het woord evidence-based, en dat is vanavond regelmatig gevallen. Maar die evidence die is op sommige terreinen nog best beperkt. En soms maak ik me wel eens wat zorgen over of politieke partijen, en dan denk ik ook aan het verkiezingsjaar dat we tegemoet gaan, of die wel voldoende prikkel hebben om ook die uitbreiding van die evidence-based voor te staan. Want je ziet toch vaak dat als het verkiezingsprogramma wordt gemaakt, dat er vooral ook wordt gekeken naar van, hoe gaan we ook goed scoren in de CPB-doorrekeningen. Zou het CPB, dus eigenlijk is mijn vraag vooral ook gericht aan Pieter Hazekamp, zou het CPB niet ook een soort upward potential moeten toekennen en ook zeg maar een soort extra punten moeten toekennen aan partijen die zeggen, nou, wij willen ook wel een aantal dingen ontdekken waar we nog niet zoveel van weten. Want nu is meestal de reactie van het CPB van, dat weten we niet, er is geen evidence-based voor, dus daar kunnen we niet zoveel mee. Experimenteren met beleid. Ik heb in het politieke debat ging het vandaag hier heel erg over. Hè? Want er komt een banen-investeringskorting. Korting, ja. En daar werd vandaag ook aan onze minister-president gevraagd, waar is de evidence voor de effectiviteit hiervan? Ja, kijk, wat wij wel al doen, ook bij die doorrekening verkiezingsprogramma's, is ook kwalitatieve duiding geven van bepaalde effecten. Sommige dingen kan je gewoon niet of nog niet uitrekenen, bijvoorbeeld omdat het nog nooit geprobeerd is. Maar je kan wel
soms iets zeggen over het aannemelijke effect. En waar we dat zien, doen we dat ook. Hè. Dat zit ook bijvoorbeeld in die kansrijke studies. Een ander punt, Leert zei het ook net. Je moet ook op de goede manier evalueren. Daar ontbreekt het vaak aan bij overheidsbeleid. Ik zat hiervoor bij Fiscale Zaken met het ministerie van Financiën. Elke belastingwet kent tegenwoordig een evaluatiebepaling na 5 jaar. Eigenlijk zou je moeten zeggen, ook bij die BIC, als het niet werkt, wordt die automatisch afgeschaft. En dan moet je goed nadenken waar je op evalueert. Hè. En bij belastingwetten is geluk misschien secundair, maar bij andere zaken zou je dat best naar voren kunnen halen. Maar het is misschien ook wel een beetje zo van, hè, het verzamelen van bewijs, hè, kost natuurlijk gewoon tijd ook. Hè? Dus het risico is altijd dat het van het idee naar evidence-based beleid, ja, dat is nogal een tijd die daartussen zit. Is er nog iets anders mogelijk om dat te versnellen? Want ik wil wel dat tempo maken. Nou, even dat voorbeeld van Rotterdam-Zuid. Er wordt op echt heel veel indicatoren zijn daar benoemd. Hè, van waar willen we nou eigenlijk vooruitgang op bereiken? Het ging niet alleen over onderwijs, maar ook over veiligheid en over leefgeluk. En wat je wel kan doen, is tijdens de rit steeds meten hoe gaat het ermee. En dan weet je nog niet precies welke van die interventies nou precies heeft bijgedragen aan dat effect. Maar het geheel heeft gewerkt of niet gewerkt. En dat is ook al een uitkomst. Dus ik ben wel een beetje voor dat iteratieve. En niet alleen maar als het in de empirie 10 jaar in de journalen heeft gestaan, dan is het goed. Dus een soort lerende aanpak zou ik voorstaan. Ja. Oké, okay, dank. Andere vragen? Ja, hiervoor. En ja, we wachten. Ik had een vraag, hoor jullie me goed? Jullie hebben het over de overheid en over de grotere rol van de overheid. Maar is de overheid daar klaar voor en heeft die wel de macht om die rol op te pakken? Want ik werk zelf bij de overheid en wat me opvalt is dat je hebt de uitvoerende partijen en je hebt het beleid. En het beleid bedenkt nu dat eigenlijk de overheid een grotere rol gaat spelen. Maar de uitvoerende partijen hebben eigenlijk een hele grote rol daarin om dat daadwerkelijk te bewerkstelligen. En hebben zij wel de juiste middelen tot zich om dat uit te voeren? En wordt daar aandacht aan besteed vanuit beleid? Mag ik die als eerste bij jou nemen? Ja, die zag ik al aankomen. Mag ik vragen, werk je bij een uitvoeringsinstantie? Niet meer, maar ik heb een traineeship gedaan. Ik heb rondgekeken bij verschillende plekken. En ik zie tussen de ministeries en de uitvoerende organisaties een gat. Nou, wat mij opvalt is dat uitvoering eigenlijk complexer is dan beleid bedenken. Ik heb zelf ook in die uitvoering gewerkt een paar jaar. Dat heb ik verteld in Amsterdam. En toen had ik te maken met Den Haag, die allemaal wetten aan het veranderen was, elk jaar ongeveer, die we dan maar moesten gaan implementeren. Het was wel echt vrij naar om dat te moeten doen, omdat het gewoon eigenlijk niet kon. Dus ik heb toen heel erg ingezien van dat die Haagse vierkante kilometer, maar één werkelijkheid is dat het ongelooflijk belangrijk is dat beleid en uitvoering met elkaar in contact zijn, over en weer, hè? Dus om dat goed te doen. En daar is nog een wereld te winnen. Dat ben ik met je eens. Natuurlijk zou ik willen dat we er klaar voor zijn, maar ik kan het niet helemaal garanderen. Ja. Ik zie nog een hand daar. Wat gaf dan in de casus van Rotterdam-Zuid de doorslag om toch die 130 miljoen toe te kennen? En wat was daar eigenlijk evidence-based aan? Om even terug te komen op de vraag van Robert hier achter mij. Daar ben ik benieuwd naar. Ja, ik denk dat de kracht. Ik heb zelf niet aan de knop gezeten bij die aanpak. Maar wat ik heb begrepen is dat de kracht ook wel was dat er niet meteen alleen maar geld was. Want dan krijg je ook belangen en plannen. En dan wordt het bijna alweer een soort bureaucratische opgave. Het ging heel erg over mensen, heb ik begrepen. Mensen die zich dat aantrokken. De samenwerking tussen het Rijk en de burgemeester en de stadsdeelbestuurders en de corporaties, et cetera. Dus ook een soort van community van mensen die zich dit aantrok. En natuurlijk, niet alles hoeft geld te kosten. In het begin kan je ook gewoon effort bij elkaar stoppen. En als dat eenmaal werkt, ja, dan zie je dat er echt nog wel heel veel nodig is. En dan is het een goed moment om er geld bij te leggen. Ik denk dat het zo een beetje is gegaan. Ja.
Niet altijd met geld, dus wil je de mensen gelukkiger maken. Ik kijk ook even naar de klok. Het is 9:45 en jullie zitten best wel een hele tijd. Ik heb nog twee vingers hier. Als dat korte vragen zijn, dan kunnen ze wat mij betreft alle twee nog. Dan gaan we hem daarna afsluiten. Het ging over het vormen van geluksindicatoren. En dat dat ook moet gebeuren vanuit verschillende disciplines en niet alleen vanuit een economische invalshoek. Maar ik heb het idee dat bij oplossingen zoeken wel dan vaak naar economische maatregelen gezocht wordt. Hoe vind je de beste economische maatregel om te nemen als je kijkt naar indicatoren die misschien vanuit een hele andere invalshoek gezocht zijn om geluk te bereiken? Zal ik die pakken? Je moet uiteindelijk kijken tussen het verband tussen inderdaad de beleidsmaatregelen die je kan nemen en de opbrengsten die je uiteindelijk wil bereiken. En dat kan een opbrengst in termen van geld zijn, of BBP, of hoe je, maar het kan ook een heel ander soort begrip zijn. Daarom, anders dan Lea, denk ik dus dat je niet naar één totaalbegrip, hè, voor brede welvaart of voor geluk kan gaan. Maar dat je naar een aantal indicatoren moet gaan die je zegt van nou, ik investeer in onderwijs en dat heeft gevolgen voor, ik zei net gezondheid, maar ook voor gelijkheid. Dat zijn allebei al niet helemaal economische indicatoren. Uiteindelijk heeft een beter opgeleide beroepsbevolking heeft natuurlijk ook gevolgen voor economische groei en welvaart. En als je die verbanden kan vaststellen, dan kan je daar ook keuzes in maken. En dat zijn uiteindelijk politieke keuzes. Hè? Want of je meer belang hecht aan ongelijkheid of meer aan economische groei of desnoods effecten op klimaat, daar moet de politiek keuzes in maken. Laatste vraag, eerst aan jou. Ja, een van die andere indicatoren dan. Premier Rutte zei vandaag dat de economie bestaat uit sociale relaties. Dat vond ik wel vrij revolutionair. En ook in het geluksonderzoek komt er naar voren dat sociale relaties een van de belangrijkste constante factoren zijn om mensen gelukkig te maken. Maar dan vraag ik me wel af, wat kunnen wij als economen met dat feit, sociale relaties, wat kunnen wij daarover zeggen in economische termen? Ik ben wel benieuwd. Ik ga als naar de academische econoom. Nou, vanuit de monetaire economie is daar heel weinig onderzoek naar gedaan. Dat bedoel ik. Ik kan me dat voorstellen dat weinig gedaan is. Maar laat ik het dan anders vragen. Zitten dit soort verbanden wel eens in je hoofd als je over die hele abstracte monetaire economie aan het nadenken bent en de invloed van de ECB op het begrotingsbeleid bijvoorbeeld? En zo niet, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Ja, ik heb zitten zoeken, maar dat is geen antwoord op jouw vraag, naar een relatie tussen monetair beleid, inflatie en geluk. En ook na zitten denken over de discussie hier aan tafel. En ik denk, misschien is het nog belangrijker principe dan allerlei geluksbevorderende maatregelen nemen. Het principe wat dokters ook wel hanteren, je moet geen schade toebrengen. En ik denk dat we, kom ik toch weer terug op mijn praatje, dat we in de vorige bezuinigingsronde na de financiële crisis echt schade hebben aangebracht aan de publieke sector. En dat moeten we echt voorkomen. Want dan maken we in ieder geval niet de fout van de vorige keer. Nou, even de relatie met monetaire economie. Ik denk ook dat we het geluk van mensen gaan beïnvloeden als we een zodanig krap monetair beleid in Europa voeren, dat landen waar mensen schulden hebben weer terugzakken in een situatie van deflatie, waar het aflossen van die schulden door gebrek aan economische groei, door gebrek aan loongroei steeds moeilijker wordt. En we hebben eerder gezien, dat was in een van de speeches, dat schulden en het niet kunnen afbetalen van schulden toch ook een belangrijke factor is in de geluksbeleving. En meer weet ik daar eigenlijk niet over te zeggen. Nee, nou oké. Okay. Dat lijkt me ook een hele goed en eerlijk antwoord. Ellen, ja, mag ik nog een poging wagen? Want ik vind het wel een hele mooie vraag. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar werk, hè, dat gaat ook over sociale relaties. En dan kan je er als econoom naar kijken van ja, je moet die arbeidsmarkt, die wil je flexibel hebben. Want dan vinden vraag en aanbod elkaar makkelijk. En wat we in Nederland natuurlijk wel hebben gekregen is een tweedeling op die arbeidsmarkt. Veel flexwerkers en mensen met een vaste baan. En misschien is het wel zo dat je met een vaste baan meer sociale relaties hebt. En als je met je Uber-fiets door de stad rijdt, eigenlijk een beetje een eenpitter bent die vrij eenzaam is. Dus als je de waarde van werk ook in termen van sociale relaties kan zien, en bijvoorbeeld boeken van Richard Sennett daarover leest, die dat al decennia verkondigt, dan ga je misschien ook anders kijken naar zo'n discussie over flexwerk. Dat als voorbeeld voor mij.
Misschien kan Marieke nog aanvullen, jij werkt bij een grote bank. Ja. En voor banken is het heel erg belangrijk, en ook voor de klanten van banken, als er relaties zijn tussen de bank en de klanten, zodat die banken ook die relaties kunnen onderhouden en door een moeilijke crisis heen kunnen helpen. Ja, dat is ook een verband. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, ik ben dus ooit begonnen met psychologie studeren. En daar was een van de vakken was arbeidspsychologie. En daar leer je onmiddellijk om werk inderdaad te zien als iets wat en een levensritme geeft en een status, hè, zeg maar, je doet iets, hè, je doet iets zinnigs, ook een soort zingeving geeft aan het leven en een sociale omgeving geeft. Het ging helemaal niet over geld wat je daar verdient. En daarom vond ik het ook al heel interessant als je dan bij de economen binnenkomt en dat dan gaat studeren. Dat ik dacht van, hè, maar hoe kan het nou dat al die andere concepten hier helemaal geen onderdeel zijn van het denken over werk bijvoorbeeld? Pieter, wilde jij nog iets zeggen over sociale relaties? Ik denk dat er zijn al heel veel ware woorden over gevallen. Maar inderdaad, een van de erfenissen van de periode, ook zoals Ellen heeft beschreven, van na de jaren 80 en wat sommigen dan het neoliberalisme komen, is dat we wel heel erg door zijn geschoten in het efficiency-denken. En dat heeft ook op terreinen als pensioenfondsen, het onderwijs, de zorg, geleid tot heel veel schaalvergroting. Waardoor inderdaad het persoonlijke, de relaties tussen mensen en uiteindelijk bestaat een instituut ook uit mensen, verloren is gegaan. En dat was allemaal heel verklaarbaar vanuit automatisering en het efficiënt organiseren van processen. Maar daarmee zijn we ook wat kwijtgeraakt. En ik denk dat een aantal wat recentere incidenten, de Belastingdienst en het toeslagen, ook wel heeft geïllustreerd wat daar de keerzijde van is. En hetzelfde, ja, toch het feit dat mensen ook minder vertrouwen hebben, bijvoorbeeld in het pensioenstelsel. Ja, ik kan ontkom er niet aan door te zeggen, ja, dat heeft ook wel te maken met het feit dat het ook niet meer voelt als iets wat van ons is. Hè. Zo'n heel groot pensioenfonds op hele grote afstand. Het was altijd al ingewikkeld, want het duurde heel lang voordat je je geld kreeg. Maar het is nu nog ingewikkelder. Ja, dus dan hebben we eigenlijk een voorbeeld waarin je zeker weet dat het met het minste geld niet altijd de gelukkigste oplossing levert. Maar je hebt ook een voorbeeld waarbij geen geld nou misschien juist wel tot een hele gelukkige oplossing leiden. Goed, ik denk dat we hem daarmee gaan afsluiten. Want het is natuurlijk niet zo dat we nu klaar zijn. Het is niet dat we alle antwoorden weten en dat we weten hoe we het moeten doen. Maar ik hoop dat we vanavond een beetje een bijdrage hebben geleverd aan het denken van, goh, er is een relatie tussen en hoe lopen die dan precies en wie zou daar iets mee kunnen doen? En ja, we hebben eigenlijk heel veel geld en wat kunnen we daar dan eigenlijk allemaal mee? Of hebben we dat dan juist niet nodig? Nou, dat is wat we jullie voor vanavond hoopten mee te geven. Ik wil ontzettend bedanken onze sprekers daarvoor, want dat hebben jullie gedaan uiteindelijk. Dus geef ze nog één keer een hartelijk applaus alsjeblieft. En bijna niets zou mij gelukkiger maken dan met jullie allemaal nog een biertje na te drinken. Maar helaas, het is nog steeds coronatijd. Dus heel fijn dat we zo met z'n allen samen hebben kunnen zijn. En daar is de uitgang. Dank jullie wel voor jullie komst. Ja, oh. Moet ik jou nog hier vragen? Brother man nowadays living in the ghetto. Where the danger sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's straight a gangster, messing with people just for fun. And he don't want to be next, he got a family to protect. So just last week he bought himself a gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. The philosophy seemed to be, at least as near as I can see, when other folks give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization. The civilization where I am. Every channel that I stop on got a different kind of cop on it. Turn them by the mail for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. Even though we got to
24 hours, the best jazz and more. This is All Day Jazz, sponsored by KarmaGroup.com. Sempre se saberá. Há sempre um momento
em que tudo parece igual, o que pode significar? Uma mensagem nos diz que a viagem é possível, é só relaxar. E sua realidade, olhe pra dentro de ti, nada mais vai te parar. Thank you.